Hey, om even in de stemming te komen. Hier is Paris. Paris. Zie je de Eiffeltoren al, John? Ja, nog niet. Ik ben nog in Nederland. Oh, je bent nog in Nederland. Ja, het is voor een draai, hè. Hoe laat ben je vertrokken? Een half uurtje geleden. Oh, en ga je voor de hobby daarheen of iemand bezoeken? Nee, of... ik moet werken. Oh, werken? Dus, en een afspraak om 11 uur en dan hopelijk om een uurtje of drie weer terug naar huis. Oh. Maar een afspraak, een werkafspraak in Parijs? Ik bedoel, dat zal niet iedereen hebben. Wat voor werk doe je? Ja, ik ontwerp en ontwikkel attracties en shows voor pretparken. Nederland, België, Frankrijk. Hé, maar dat is big business, John. Ja, dat is echt heel leuk, ja. Ja? Want wat voor attracties zet je dan neer? Nou, laatst nog in Walibi de Speed of Sound. Dus een achtbaan met geluid en de thematisatie. Een droomwensshow van het Dolfinarium in Dolfijnen. Vette shit, man. Maar dat is gaaf. Ja, de Halloween, eigenlijk alle spookhuizen doe ik die in Walibi staan. Wauw. We hebben nu eigenlijk een nieuwe attractie ontwikkeld die volgend jaar open moet. Eigenlijk in de zomer gaan we proefdraaien. Maar... een nieuwe techniek, die komt uit Disneyland. Ja? Die gaan we nu nog wat storingen en we gaan kijken wat we kunnen verhelpen. Maar, even voor mijn beeldvorming, volgens mij praat je over miljoenen voor zo'n attractie. Je praat inderdaad over miljoenen. En een show die valt meestal tussen de 500.000 en de 1,5. Jeetje. Hey, maar, wat is je persoonlijk favoriet? Dat wil ik even weten. Welke heb jij gemaakt dat je echt zegt van nou, dat is toch wel een toppetje? Dat is eigenlijk geen attractie, maar dat is de Droomwensshow in het Dolfinarium. Aha. Een dolfijnenshow en die wordt over de hele wereld wordt die gezien als een van de betere dierenshows. Aha. Er is ook een prijs mee gewonnen als beste pretparkshow van de wereld, 2010. Wat gaaf, joh. Hey, John. Ja? Is het nou geen idee dan? Want dan begin ik gelijk even commercieel te denken. Stel nou dat wij samen een reuzenrad kopen van... kost dat een miljoen of twee? Nee, die is niet wel goedkoop hoor. Die heb je denk ik al voor 1,2. Nou, moet je kijken. 1,2. Hoeveel kaartjes moet je verkopen om het eruit te draaien? Zet hem op een mooie plek neer. Dus ja, dan moet je wel aan of we kunnen 50.000 miljoen of we kunnen draaien. Nou, dus in een jaar of 3, 4, dan gaan we winst maken. Neem hem terug. Nou, John... zullen wij even telefoonnummers uitwisselen? Dat is goed, maar weer neerzetten. In zijn achtertuin. Nou, maar ik zie dat er serieus wel, inderdaad wel brood in. Wat ik zo vet vind, en dat is dan echt kicken, de El Condor in Walibi. Ja, klopt. Die is eigenlijk geopend in 92 en dat is de eerste hangende achtbaan ter wereld. Ja. Maar dit mag ik eigenlijk niet vertellen, maar het is wel waar. Dat is namelijk de enige die er zo uitziet. Dit is namelijk wel een rekenfout in. Een rekenfout? Wat zit er verkeerd dan? Nou, dat nulpunt is verkeerd berekend. Dus, maar wat houdt dat in voor de leek? De nulpunt is zeg maar waar je zit in de baan. Je zit zeg maar een meter boven waar je daadwerkelijk zit. Dus dat betekent dat deze baan harder gaat dan andere banen. En daarmee is het maar 8 treintjes in plaats van 10. Ah. Maar is het dan gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Ongevaarlijk. De G-krachten die je mag hebben in de achtbaan zijn berekend. En vastgelegd in een bepaalde wetgeving die wij toepassen. En dan zit er nog ver beneden. Alleen als je de achterste twee kaartjes hebt gepakt, dan zak je er tegenaan. Ja. Dan kan je dat met het niet helemaal trekken, zeg maar. Ja, ik vind dat zo'n vette achtbaan. Want weet je, ik ben 2 meter lang. En ik ga dan altijd in mijn blote voeten in dat ding. En het mooie is, die bomen die beneden staan, of die struiken. Op een gegeven moment raak je dus ook gewoon met je voeten die struiken. En dan denk je van, oh, die gaat wel heel laag. En je ziet die mensen lopen. Dat is echt een heerlijk gevoel, hè? Ja, dat heet het saaie ruitenprofiel. En zeker in een nieuwe achtbaan, die Speed of Sound, hebben we er echt veel mogelijk mee gespeeld. Je hebt tunnels, heb je. Dan ga je rakelings langs en dat geeft echt een extra gevoel, een extra kick bij de bezoeker. Jij hebt een mooie baan, man. Ik denk altijd dat ik een hele vette baan heb, maar jij hebt ook echt een hele mooie baan. Yeah. Ja, we hebben allebei een toffe baan en ik vind radio maken ook leuk, doe het verder bijna nooit hoor. En attractie bedenken is toch wel het meest vette. Oké. Okay. Want ja, jullie hebben ook een paar duizend luisteraars, maar ja, als elke attractie, elke dag ook een paar duizend luisteraars, bezoekers. Nou, ik zou best wel eens een keer een dag met jou mee willen rijden, dat lijkt me nou ontzettend gaaf.
Ja, dat kan. Je kan zelfs, als je, maar dan moet je even kijken wat we gaan doen. Je kan zelf wel een keer s'nacht in een pretpark krijgen om daar radio te maken. Dat is bij deze geregeld, John. Dat is te gek. Dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Maar... Je hebt mijn nummer. Ja, dat ga ik zo meteen. Dit gaan we zeker doen. Dat is helemaal te gek. Maar we moeten ook niet vergeten dat we ook nog even een prijsje weg te geven hebben natuurlijk. De SA3-DVD. Die wilde jij wel hebben, hè? Ja, die 3D-DVD, toch, schat? Nee, SA3. Ja, die is er toch? Ja, die is er. Die krijgen ze snel mogelijk toegestuurd. Nou, helemaal top. Hé, bedankt, hè. We houden contact. Dat is goed. En jullie gaan naar bed, denk ik, of niet? Ja, dat gaat zo gebeuren, inderdaad. Hé, geniet van je nacht en rij veilig naar Parijs, John. Dat is goed. Wat rusten. Yo, bye-bye. Dat was hem, Joey en Wijnand. Tot volgende week. Bye-bye.